Begin 2014 kreeg Kelderman Bouw uit Ede via een aanbestedingstraject de opdracht gegund voor het opknappen van deze kantoorruimte in het gemeentehuis. Eigenlijk is het hele vloer leeg gegaan, alle kanten, alles is eruit gegaan, vloerbedekking, wanden, plafonds. En vanuit een van complete lege situatie zijn we opnieuw aan het invullen gegaan. De ombouw van deze ruimte heeft Kelderman niet alleen gedaan met eigen personeel. Omdat de waarde van de aanbesteding boven de 200.000 euro ligt, moet het bedrijf van de gemeente minimaal 5% van de loonsom besteden aan mensen met afstand tot werk. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat mensen zonder baan en studenten makkelijker een baan kunnen vinden. Ja, dat is in sommige gevallen heel erg lastig. Je moet van een afstand toch echt weer terugkomen tot een werkritme, tot werkconditie eigenlijk. En je moet ook actuele kennis nog hebben van de werkzaamheden die worden gevraagd. Dus in veel gevallen is dat nog best heel erg lastig om weer terug te komen in het werkproces. Onzekerheid speelt daar ook vaak een rol bij. En dat is nog, vind ik eigenlijk altijd jammer dat dat erbij komt kijken, maar ik snap het heel goed. En juist daardoor hebben wij ook besloten, heeft de raad ook besloten, om social return onderdeel laten maken van het inkoopbeleid. Tijdens de klus in het gemeentehuis heeft Kelderman ook gebruik gemaakt van de diensten van de 21-jarige Gerard Bouwman. Hij volgde de bouw- en timmeropleiding Revabo in Oosterbeek. Zijn werk was goed genoeg dat Kelderman hem een contract kon aanbieden en Gerard weet wel waarom. Doorzettingsvermogen en de wil om te werken. En gewoon door 100% je inzet te tonen is het al gauw goed. Je moet ook wel wat kwaliteit misschien. Ik hoop dat ze dat gewoon in me zien en dat ze vertrouwen in me hebben. En dat hebben ze gehad. Gerard is niet de enige die aan een baan is geholpen. In totaal hebben 197 mensen het afgelopen jaar werk gevonden via het Social Return project. Hiermee is het een groter succes geworden dan vooraf werd gedacht. Aanvankelijk hoopte de gemeente dat ongeveer 50 mensen aan een baan zouden worden geholpen. Maar er zijn nog altijd werklozen en studenten op vakopleidingen die de gemeente wel helpen om een baan te vinden. We blijven social return uitvragen en alles boven de aanbestedingen boven de 2 ton. En dan proberen we zoveel mogelijk werk te creëren voor mensen zonder werk. En we zullen daar tot nu toe gewoon mee door blijven gaan. Omdat de crisis is nog niet voorbij, werkloosheid is nog steeds hoog. En de aandacht voor jongeren bijvoorbeeld om geschikte stage en werkleerbanen te krijgen blijft nog steeds aanwezig en noodzakelijk. En Gerard ziet genoeg positieve punten in de bouw om niet te aarzelen dit werk ook aan te nemen. Ja, je doet verschillende onderdelen. Je bent overal mee bezig. Je werkt meestal met z'n tweeën. En dan ook met andere metselaars lopen hier nou op de bouw. En je werkt met verschillende mensen. Dat is het leukste.